John Ludwig, dat was een klootzak. Ja, John Ludwig was een hoofdrolspeler in de documentaire die onlangs over Natalie Holloway was uitgezonden. Speelde daarin een hele dubieuze rol. En deze man, die John Ludwig, die is nou door zijn vriendin, of beter gezegd ex-vriendin, die hij min of meer probeerde te gijzelen of te ontvoeren, met zijn eigen mes neergestoken. Vervolgens naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Die John Ludwig, dat was een klootzak. En die heeft veel slechte dingen gedaan. En ik heb even met Beth Holloway contact gehad vanmiddag om hierover te praten. En onze conclusie was dan ook, het klinkt misschien een beetje hard, maar ja, John Ludwig, karma is a bitch.